Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Huib Kooijman van het ministerie van Volksgezondheid van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie. Wij houden ons bezig met het geneesmiddelenbeleid, dat spreekt voor zich. En ik zelf in het bijzonder hou me bezig met de betaalbare toegang van geneesmiddelen in het basispakket. Er is altijd veel over te doen in de media over geneesmiddelprijzen, over dure geneesmiddelen. Dus het is een heel belangrijk onderwerp en heel goed dat jullie dat oppakken. Zoals ik al zei, we werken aan de betaalbare toegang voor nieuwe geneesmiddelen in het basispakket. Twee doelen, patiënten krijgen de toegang, maar we willen ook niet de hoofdprijs betalen, want we willen natuurlijk betaalbare farmaceutische zorg, zoals we dat zeggen. Ik ben hier met mijn collega Hugo Borsboom. Wij werden heel recent benaderd door Martijn Schukink met het verzoek van ja, we gaan een accountability hack doen en willen jullie daar als departement aan meewerken. Dus ik wil even aangeven dat wij zijn als departement niet een mede-organisator of initiator, maar we willen wel graag meewerken als het gaat om richting geven, als het gaat om van welke databronnen zijn er zo al, welke type prijzen zijn er al zo al, want jullie zullen erachter komen, de ene prijs is niet de andere prijs, hè. Er zijn maximum tarieven, er zijn maximum prijzen, er zijn inkoopprijzen, er zijn declaratieprijzen en dat gaat dan allemaal over hetzelfde geneesmiddel. En ze geven allemaal andere informatie. Maar wij zijn natuurlijk bereid om daar in het proces straks duiding aan te geven en om ook meer informatie te geven over de databronnen die in ieder geval in het openbaar beschikbaar zijn. Dat zijn in veel gevallen trouwens niet per se overheidsbronnen, maar er zijn wel voldoende openbare bronnen. En we kunnen jullie daarin wegwijs maken hoe je bij die bronnen terecht kan, zodat jullie graafwerk en analysewerk kunnen gaan doen. Dus ik denk dat dat voldoende voor mij is om het hierbij te zeggen. Overigens, de gemiddelde geneesmiddeluitgaven op landelijk niveau en ook per patiënt zijn in Nederland vele malen lager dan in heel veel andere landen. Maar daar wil ik even mee afsluiten.